Er is te veel bewijs voor mij om te laten zien dat evolutie bestaat om mij te kunnen overhalen van de anderen. En dat ben ik gewoon. En ik vind het geen probleem met dat mensen iets anders geloven. En stel nou hè, dat er toch een God bestaat, hè? Maar dat die inderdaad zich verborgen houdt, omdat hij wil dat je uit geloof naar hem toe komt. Niet dat hij zichzelf manifesteert aan jou van, hé, jij moet in mij geloven. Maar dat hij inderdaad wil, dat hij eigenlijk, wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn woord bekendgemaakt. Dus wij hebben de Bijbel, wij weten, ik geloof dan persoonlijk, hè, dat van hem af vandaan komt. Dat er precies in staat wat hij wil dat wij over hem weten. Maar stel dat het waar is, hè. De Bijbel is wel waar. En er is inderdaad een schepper. En er is een hemel en een hel. En op een dag kom je te overlijden. Denk jij dan dat God jou dan alsnog naar de hemel toelaat of niet? Ik vind het, als er iets bestaat dat all-knowing is, omnipotent en alles weet en alles heeft gemaakt, dan denk ik niet dat er een manier is dat wij kunnen bedenken wat hij zou kunnen bedenken. Of meer het. Ik denk niet dat hij in genders zou zijn. Maar het genders gemaakt is misschien wel. Ik denk dat er geen enkele manier is om te bedenken wat zijn gedachteproces zou zijn. Maar er is wel een hele Bijbel. En dus ofwel iemand heeft het toch bedacht en verzonnen, die Bijbel, of het is waar wat er staat. Er is een argument van een comedian, Ricky Gervais, die ik interessant vond, waarbij hij zegt, als je op dit moment alle religieuze boeken zou nemen en vernietigen, verbranden, en dan alle wetenschappelijke boeken zou nemen en vernietigen en verbranden, zodat al die kennis is verloren. Over 1000 jaar gaan er diezelfde wetenschappelijke boeken weer terug zijn, omdat de testen altijd hetzelfde zouden zijn. Maar alle religieuze boeken zouden anders zijn, omdat mensen andere religieën zouden hebben. En natuurlijk, als God wel bestaat, dan zou je dus bewijs hebben van, oh, dit is weer teruggekomen op exact dezelfde manier. Maar ja, als je het niet hebt, kun je het niet vergelijken met wat er vroeger was. Ja. Dus dan kun je nooit zeggen van het is opnieuw ontstaan. Nee, ja, nee. Er is een verhaal in de Bijbel waarin iemand het inderdaad geprobeerd heeft om Gods woord te vernietigen. Maar ja, toen liet God het gewoon weer opnieuw opschrijven door iemand. Ja. Dus dan was het er gewoon weer. En natuurlijk is er geen enkele manier om dat te bewijzen. Nee, het komt allemaal neer op geloof. En ik kan jou ook niet vertellen waarom ik in de Bijbel geloof. Kijk, ik heb dingen onderzocht, ook andere religies. En uiteindelijk, voor mij is de Bijbel, makes most sense to believe the Bijbel. Jij spreekt ook af en toe Engels, doe ik ook. Yeah. Maar ja, het zijn gewoon afwegingen die je maakt met alle feiten die je hebt. En ja, ik geloof, in het begin geloof ik, ja, gaf ik het de grootste kans. Maar naarmate ik me er meer en meer in verdiep, geloof ik het eigenlijk steeds meer. Dus ja, net zoals jij zei, dat jij hebt heel veel bewijs van de visie die je nu hebt, zeg maar. Dat het heel moeilijk is voor jou om naar God geloof te komen. Maar voor mij is het eigenlijk andersom. Ik had het ook al voordat ik dat onderzoek had. Ik had gewoon nooit. Ik vond het oneerlijk om te zeggen, oh, er kan niets bestaan. Want ik geloofde er gewoon echt niet. Er was gewoon niks in mij dat gevoel had. Mm-hmm. En daarna heb ik gezocht naar bewijs. Heb jij wel eens gebeden? Dus dat jij dacht van, nou, als God er dan is en hij kan mij horen, ja, dan ga ik nu gedaan. Dan ga ik nu vragen van, wilt u zelf aan mij openbaren of zoiets? Ik heb namelijk wel eens gehoord dat best wel veel christenen dat aanbevelen aan ongelovige mensen van, hey, als hij dan echt niet zou bestaan, je zou ook een keer kunnen vragen of hij zichzelf wil laten zien. Dan misschien gebeurt er wel wat, hè? Je weet het niet. Ik denk ook wel dat als ik religieus zou zijn, zou ik waarschijnlijk niet naar christendom toe gaan. Mm-hmm. En waarom niet dan? Misschien is dit een beetje een slecht ding om te zeggen, maar ik vind het een beetje te milquetoast, zeg maar. Ik weet niet wat je ermee bedoelt. Ik probeer heel hard om een woord te vinden dat meer aardig is dan saai. Je mag alles zeggen, want kijk, ik zeg dan ik ben christen, maar christendom is super breed. Ja. En ik ben tegen bijna 99% van alle christendom
religie, stromingen. Mm-hmm. Want die zijn gewoon allemaal niet bijbels. Dus ik kijk niet naar een kerk. Ja. Ik ben niet, ik heb geen, niet echt een, je kunt ik niet zeggen van, jij bent dit. Ik vind dat best wel mijn. Ik geloof in de Bijbel. Ja. Maar ik heb niet iemand nodig die tegen mij zegt van, je moet ze zo geloven. Nou, want ik kan zelf de Bijbel lezen natuurlijk. Ja. Mocht ik iemand vinden die de Bijbel correct uitlegt, dan wil ik wel graag naar die kerk gaan. Ja. Maar dat kan ik dus niet vinden. Dus je kunt eigenlijk niet iets zeggen waarmee je mij beledigt. Want, laat ik het zo uitleggen. Het verschil tussen wat ik geloof en wat alle andere religies, inclusief alle christelijke denominaties, geloven, is dat ik geloof dat alles draait om wat God voor mij gedaan heeft, mm-hmm. niet om wat ik voor God kan doen. Terwijl alle religies die leren jou van, hey, leven zo goed mogelijk leven, probeer niet te zondigen en doe goede daden en volg deze geboden en allerlei dingen. Mm-hmm. En, maar het is allemaal iets anders. De ene zegt je moet naar Mekka, de andere die zegt van hey, je moet naar bedevaart, naar dat. Iedereen voelt het anders in, maar het gaat wel allemaal om van hey, doe goed en dan hoor je straks of je goed genoeg bent geweest. En dat is een soort van beloning om in de hemel te komen. Ja. Terwijl als je de Bijbel gewoon zou lezen, dan staat dat letterlijk. Iemand stelt de vraag, what must I do to be saved? Dus hij wil gewoon oprecht weten, wat moet ik nou doen om niet naar de hel te hoeven? En het antwoord is, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Dus op het moment dat jij gelooft in Jezus, ben je al gered van de hel. Nee, ik denk niet dat je dat dus voor eeuwig. Waarom niet? Wat ik dus zeg is, van voordat ik iets had van bewijs dat iemand me vertelde dat het niet zo was, kwam ik als kind tot de realisatie, ik geloof er gewoon niet in. Het is gewoon een gevoel. Ja, maar je mag heel kritisch zijn, want dat was ik ook. En je mag het onderzoeken en dan kun je het alsnog afwijzen. Maar ik zou je wel mee willen geven van, hey, wees juist heel kritisch, want ik was dit ook. Ik had helemaal niet christelijk opgevoed en ik kwam een meisje tegen toen ik al 30 was. Ik had nooit over religies nagedacht, ik wist er helemaal niks van heel de Bijbel niet. Dus ik was heel kritisch. Ik dacht van, ja, hoe kan dat nou? Ik lees allemaal rare verhalen in de Bijbel. En ik kan dat niet geloven, maar goed. Ga luisteren naar wat die christenen zeggen, hoe ze het uitleggen van waarom het wel, why it makes sense. Hè? Ja. Dus ja, het is mij nooit gelukt, hoe kritisch ook was, om die Bijbel te weerleggen. Er waren altijd goede antwoorden en uiteindelijk ben ik het gaan geloven. Voor mij is het, het valt heel erg buiten het idee van christendom of een specifieke religie. Ik geloof gewoon niet dat er iets is buiten de materiële wereld. Ja, je gelooft zelfs niet dat je een ziel hebt. Hè? Ja. Hoe kan ik jou daar nou voor overtuigen? Ik weet het niet. Ik heb bijvoorbeeld een collega. En die heeft dan toen hij jaar of, ik denk 16, 17 was, een ongeluk gehad met een scooter. En hij zei tegen mij dat hij ook een soort van out-of-body experience had. Dus hij zag zichzelf liggen. Hij wist van, volgens mij ben ik bijna dood of zo. Dus, maar hij had ook wel die ervaring dat hij weer terugkwam. Dus hij is er 100% van overtuigd, ondanks dat hij niet gelovig is verder, geen christen of niks. Ik heb wel een ziel, dat weet hij. Dus hij noemt zich wel een soort van spiritueel. Hij maakt ook altijd uitspraken van, hey, count your blessings en zo. Maar hij zegt niet dat hij christen is. En hij heeft mij heel vaak het evangelie uit horen leggen. Hij gelooft het niet, maar hij weet, ik heb een ziel. Ik heb het zelf gezien. Ja. En zo zijn er natuurlijk duizenden getuigenissen van mensen die inderdaad ook zo'n soort gelijke ervaring hebben gehad. Ik heb dat niet. Maar ik weet niet. Als ik echt na ga denken over wie ben ik nu. Ik kom nooit tot de conclusie van, ik ben mijn lichaam alleen maar. Dus stel je hakt me zoveel mogelijk van mijn lichaam af, waardoor ik nog net leef, zeg maar. Geen armen, geen benen. Ik ben toch nog steeds 100% mij. Ik ben toch niet mijn lichaam. Ik ben toch gewoon hetgeen wat in mijn lichaam zit. Heb je dat geprobeerd? Nee, dat niet. Nee, maar er zijn mensen natuurlijk die geen armen en benen hebben. En die veranderen dan niet ineens natuurlijk. Voor mij is het heel erg... mensen die dat soort ervaringen hebben. Ik heb niet die ervaring gehad zelf. Dus daar is weer dat seeing is believing. Zelfs als iemand anders me vertelt, heeft niet heel veel verschil van iemand die zegt, ik voelde God. Of zo. Ik denk dat er stiekem best wel veel mensen zijn die er op dit moment hetzelfde in staan als jij. En die inderdaad ook echt eerst op een punt moeten komen in hun leven. Ik sta er open voor. Als ik doodga en ik sta voor God, dan denk ik, oké, hij bestaat. Ik zie hem, dus... Ja, maar dan is het natuurlijk wel te laat. Want Jezus, ik ben het vers niet helemaal 100% aan mijn hoofd, maar hij zegt volgens mij tegen Thomas op een gegeven moment van, jij hebt in mij geloofd omdat je mij gezien hebt, maar ja, straks zullen de mensen in mij geloven zonder dat ze mij zien of zo. Zoiets staat er dan, hè? Ja, en maar, als dat zo is, dan ben ik gewoon niet de persoon die naar de hemel gaat of wat dan.
Mag ik jou iets laten zien? Ik heb mijn favoriete Bijbelvers op dit kaartje. Want eigenlijk het concept in de Bijbel is heel, heel simpel. God wil dat wij het goede nieuws van de Bijbel doorvertellen aan andere mensen. En dan met name natuurlijk wat in de Bijbel staat. Dus niet in mijn eigen woorden, maar het liefst met Bijbelversen erbij. En dat is dan de kracht van God. Dat is hoe mensen tot geloof kunnen komen. Dus als jij puur op intellect naar God op zoek gaat, ja, dan, dat is, dan kun je misschien tot de conclusie komen, ik geloof het wel of niet. Maar, dus niet. Maar het gaat eigenlijk om het Gods woord horen. En dan kun je het wel of niet geloven. En dit is mijn favoriete Bijbelvers. Het staat in Efeze 2:8-9. Er staat, want uit genade bent u gered door het geloof. En dat niet door jezelf. Het is de gave, de cadeau dus, van God. Niet uit werken, zodat niemand zou roemen. Waarom is dit nou zo belangrijk voor mij? Dit is echt de kern van de Bijbel. Omdat hier komt de genade van God terug. En wat is genade? Is eigenlijk als God je iets geeft wat je eigenlijk niet verdiend hebt. Hij wil de straf die jij eigenlijk hebt opgebouwd door zijn wetten te overtreden. Dus bijvoorbeeld te liegen, dat mag niet. Die wil hij vergeven. Maar hij zegt, ja, je wordt wel gered door, je moet wel geloven. Het is niet zo van, oh, ik ga het zomaar vergeven. Je komt eigenlijk, iedereen komt zomaar in hemel. En wat heeft hij gedaan? Je wordt niet gered door jezelf, hè. Het is een gave, het is een cadeau van God. Hij wil dat geven. En dat is het eeuwige leven van je ziel. Dat is wat hij jou wil geven. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn zoon naar de aarde gestuurd. En dat was dan God in het vlees, hè. Die heeft eigenlijk het perfecte leven geleid. Die heeft dus nooit iets fout gedaan. Dus die heeft nooit gelogen of iets gestolen of iets dergelijks. Hij heeft zich laten kruisigen, want hij had zo van het kruis af kunnen komen. Hij was God. En hij was als schuldige, heeft hij voor de zonde van de hele mensheid betaald. Alle zonden die mensen ooit zouden begaan en gedaan hadden, daar is ze al voor betaald. Waardoor de weg naar God vrij is, naar de hemel. Dat is dan het christelijke evangelie, het nieuws. En toen was hij natuurlijk gestorven. Hij was 3 dagen in het graf en hij is opgestaan uit de dood. Dat vieren dan de christenen ook vaak, ieder jaar. Dat is eigenlijk de kern van de Bijbel. Van waar gaat het om? Het gaat erom wat God voor jou gedaan heeft. Hij heeft de straf die een mens heeft verdiend, heeft hij eigenlijk al op zichzelf genomen. Ja. Waardoor jij zo bij hem in de hemel kan komen. En daarvoor hoef jij verder helemaal niks te doen, anders dan te geloven dat hij dit voor jou gedaan heeft. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd het evangelie. En dat vind ik een... Dat betekent dus dat jij, God wil eigenlijk dat je naar de hemel komt. Maar hij gaat jou niet tegen je wil in daarheen sleuren. Dus hij wil wel dat jij naar hem op zoek gaat. En als je dat waarheid hoort, dat je dat dan gelooft. Dus het gaat echt puur op geloof. En je gaat dat nooit meemaken dat God hier aan jou verschijnt en tegen jou zegt van ik ben Jezus. En jij gaat in mij geloven. Zo wil God het ook niet. God wil dat je uit je eigen vrije wil voor hem kiest. Anders is het ook geen liefde. Hij had ook robots kunnen maken die automatisch in hem gaan geloven. Maar dat wil hij niet. Hij wil dat mensen echt in hem geloven. Dat het echt, echt is. Dus... Dat is een beetje, dat is denk ik het beste wat ik voor jou, hoe ik het voor jou aan jou kan uitleggen. Voor mij is er veel meer waarde in als ik inzie de dingen waarvan ik zelf vind dat ik ze slecht vind wat ik heb gedaan. En dan begin te werken aan mezelf verbeteren buiten wat iemand mij vertelt om te doen. Vind het veel meer, voor mijzelf vind ik het veel meer waardevol om te zeggen. Ik zie in dat ik op dit moment slechte dingen aan het doen ben, vanaf mijn eigen perspectief. Mm. En ik wil dat verbeteren, dus ik ga dat doen. Of iemand me nou vertelt of ik dat moet doen of niet. Nee, ik kan het helemaal volgen, hè. Maar een andere vraag dan. Stel dat God echt zou bestaan en hij wil jou kennen. Wil jij hem ook kennen? Zou je daar meer over willen weten, als hij echt zou bestaan? Of denk je dan nog, nee, ik wil niet iemand die boven mij staat. Waar ik vind God best wel een eng idee. Ja. Vanuit het perspectief van mensen die gevuld zijn met ambitie en die het belangrijk vinden om individueel te zijn en om je eigen keuzes te hebben. Iets wat almachtig is en alwetend geeft het idee dat je geen enkele manier hebt om te bewijzen dat jouw keuzes van jezelf zijn. Wat je zei over robots. Er is dat hele ding van cogito ergo sum. I think therefore I am. Maar ik ben het nooit echt heel eens mee geweest. Want als jij geprogrammeerd bent om te denken dan heb je nog steeds een programma dat al van tevoren heeft gekozen. Nee, maar daarom is er ook een stroming in het christendom en dat heet Calvinisme.
ik ben geen Calvinist, maar die geloven inderdaad dat God alles al geprogrammeerd heeft en dat de mensen die in hem gaan geloven, dat dat al van tevoren voor ze bepaald is. Dat God heeft al bepaald, jij gaat naar de hemel, jij niet. Nou, dat geloof ik niet. Want... Maar is er een manier om te bewijzen dat dat niet zo is? Nee, ik kan me alleen maar beroepen op de Bijbel en wat daarin geschreven staat. Dus ja, het heeft helemaal geen waarde voor mij om jou mijn gevoel uit te leggen en dit soort dingen. Ik verwijs je gewoon naar de Bijbel en als je gaat lezen, kom je misschien wel 100 versen tegen waarin staat dat God wil dat alle mensen gered worden. Hij, alles wat hij gedaan heeft is voor alle mensen. Het is niet zo van hij wil dat Mark gered wordt en hoe is jouw naam? Stijn. Hij wil niet dat Stijn wil dat hij niet gaat geloven. Ik maak het onmogelijk voor Stijn om mij te geloven. Daar geloof ik helemaal niks van. Zo presenteert God zich helemaal niet. Als een God die het onmogelijk maakt voor mensen om te geloven. Misschien ben ik dan bewijs van dat God niet bestaat. Nee, maar ik geloof toch wel. Ondanks dat jij dan niet gelooft. Hè? Maar kijk, zou je één ding voor mij willen doen, Stijn? Ligt eraan wat het is. Ik heb een video gemaakt. Misschien een jaar of twee jaar geleden, ik weet het niet meer. Die staat op YouTube en die heet De Bijbelse Weg naar de Hemel. Het is maar 15 minuutjes, denk ik, 16, 17, zoiets. En daarin leg ik eigenlijk echt uit wat ik belangrijk vind dat een ongelovige weet van de Bijbel. Dus dat gaat dan eigenlijk om inderdaad, hoe kom ik nou in de hemel bij God? Niet heel de geschiedenis van de Bijbel en al de regeltjes voor christenen en zo, dat niet. Maar echt van, hey, wat wil God nou dat jij van hem weet? En dat is 15 minuten. En dat, ja, jij spreekt ook Engels. De Bijbelversen zijn in het Engels, maar ik leg het in het Nederlands uit. En zou je dat een keer willen bekijken? Serieus, hè? Serieus bekijken. Dan kost je maar 15 minuten van je tijd. En je doet jezelf een heel groot plezier, want je hebt het onderzocht. En dan kun je alsnog zeggen, ik geloof het niet. Maar je hebt het wel onderzocht. Als je het nooit onderzoekt, ja, dan kun je het ook niet meer geloven. Dus als het dan waar zou zijn, heb je het niet geloofd. Ik kijk nog wel of ik dat wil doen. Alsjeblieft, Stijn. En ik wens jou een hele fijne dag. En het was een leuk gesprek. Ja. Tot ziens.